Goedenavond en welkom. Er gaat geen week voorbij of in een of andere gevangenis breekt wel een staking uit. En altijd om dezelfde reden. Te veel gevangenen en te weinig cipiers. Die voelen zich onveilig en klagen erover dat ze veel te hard moeten werken in moeilijke omstandigheden. Maar is werken in de gevangenis dan echt zo onmenselijk of klagen cipiers gewoon graag? Wij lopen één dag mee hier in de gevangenis van Dendermonde. De gevangenis van Dendermonde. Hier zitten 205 gedetineerden en 110 cipiers. Koffie? Ja. De nachtshift zit erop en samen met de ochtendploeg gaan we aan de slag. Hier wordt gewerkt, maar de cipiers hebben wel sympathie voor hun collega's in Sint-Gilles, die tot vandaag staakten. Ik heb begrip voor mijn collega's in Sint-Gilles. Die zullen met een zeer hoge overbevolking zitten en ook veel collega's die ziek zijn en daardoor geen verlof kunnen nemen. Dat kan te veel worden. Hè. Dat kan een tijd duren, maar eens ontploft het en dan is het gedaan. Hè. Hoe lang doe jij dit al? 3 jaar. Ik heb al 3 jaar in Dendermonde. 3 jaar in Dendermonde. En daarvoor? Daarvoor 28 jaar in Volkswagen. In Volkswagen 28 Volkswagen. Jaar. Koffie? Water? Ja. Uit je bed komen, hè. Hoe moeilijk is het om als beambte, als cipier, verstandhouding op te bouwen met de gedetineerden? Over het algemeen mogen we hier niet klaar. Zeker niet in die camera doen, want we zitten meer naar de gebeuren dingen, hè. Als ze agressief worden tegen u. Wanneer dat er een discussie komt, proberen wij ons te verheffen tegenover hen. Komt er direct hulp van kwartierchefen, collega's die direct... Maar als er iemand breed voor je staat en... Nooit achteruit gaan. Nooit achteruit gaan? Nee, want dan worden ze rap gehoord. Altijd blijven staan. Als je achteruit gaat, dan weten ze dat je bang bent. En dan zijn ze toch verloren. Ja. Dat de werkdruk hoog is, voelen zelfs de gedetineerden. In het werkhuis ontmoeten we Pascal. Hij zit in voorarrest voor poging tot doodslag. De druk heeft allemaal te maken met de overbevolking, zegt Pascal. Voor Saint-Gilles, ik heb alles al gedaan bijna. Dus ik heb overal is verschillend. Dus overal hangt er een andere sfeer. Maar het is eigenlijk overal hetzelfde. Gevangenisbevolking is overbevolkt. Dus 3-4 mensen op een cel van 2 en zo. Want dat is toch allemaal inleefbaar. En dan krijg je de vijandigheid. Hè, en dat is ook niet goed voor het personeel en zo. Dus echt waar, niet te doen. De gevangenisbewaarder zal op zich wel altijd proberen zijn best te doen om de gevangenen zo goed mogelijk te helpen. Maar die mensen hebben ook soms van die piekuren dat heel druk is en dan kunnen ze iemand anders niet helpen. En dat brengt spanningen mee en zo. En dat is gewoon dat is een apart wereldje, de gevangenis. Hè, dus. We hopen dan de volgende keer dat je er buiten blijft. Ik hoop dat ik van het jaar nog mag vrijkomen. Dat is toch al één cel die we vrij zijn. Hè? Ja. Pascal, dankjewel. Veel succes. Ja, dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Mensen, goedendag. In een van de gangen van de gevangenis hebben we een kleine camera geïnstalleerd. De cipiers kunnen er vrij uit hun gedacht zeggen. Dat wordt zowel al eens in de volksmond gezegd van ja, de cipiers zijn weer aan het staken. Maar de mensen moeten ook eens, het is meer dan 10 jaar geleden, ik heb het zelfs niet meegemaakt, dat wij nog eens gestaakt hebben om bijvoorbeeld meer loon te krijgen of om andere dingen. Waarom staken we altijd? Altijd de twee zelfde punten, tekort aan personeel en overbevolking in een gevangenis. Ja, ik ben Chris en ik heb al 3 jaar tijd al over 100 dagen verlof gespaard. Soms is het echt wel niet meer houdbaar als er personen ziek bellen of zo. We zijn dan maar met juist gepast op dienst, er vallen mensen weg. Ten slotte komt onze veiligheid in gevaar, maar ook die van de gedetineerden. In het hele land hebben alle cipiers trouwens samen 400.000 verlofdagen staan die ze niet kunnen opnemen. Wel, zoals we het nu zien, heb ik de indruk dat men niet onmiddellijk oplossingen ziet. Dat men vindt dat er uiteindelijk te weinig gebeurt. Hè. Je zou het kunnen vergelijken met een dak dat lekt en waar men een emmer onder zet. Wanneer die emmer vol is, dat men probeert een nieuwe emmer daaronder te zetten. Maar uiteindelijk raken de mensen dat beu, want dat dak blijft lekken. En ik denk dat die uitzichtloosheid voor een stuk van gaat er nu iets substantieel verbeteren of veranderen, ik denk dat dat voor een groot stuk meespeelt met de frustratie, met het ongenoegen dat binnen die gevangenismuur leeft.
Lili, lichtje uit. Dirk werkt op de zwaarste sectie in de gevangenis. En toch staat hij er helemaal alleen voor. Stanley, walk. Walk. Hoeveel gedetineerden heb jij waar je op moet letten? Ja, op deze sectie momenteel 36, geloof ik. Maar er zijn secties waar er minder zitten. Dit is de vijfde, is wel de zwaarste. Er zitten het meeste aantal gedetineerden samen. Omdat hier veel cellen zijn met stapelbedje, waar twee personen op cel zitten. Maar jij doet dit alleen? Ik doe dit alleen. En ik sta nog in voor bijstand om het omkleden van de naaktvoeien van op het vierde. Ik heb nog niet in Sint-Gilles gewerkt, maar ik heb al gehoord dat de secties daar nog zwaarder zijn. Dat er veel meer gedetineerden per penitentiaire beambte ook zijn. Je hebt verlof of je vraagt verlof en je krijgt geen en dan moet je gaan werken. En het is dan een zware dag, dan kan ik dat wel... Heb je het al meegemaakt? Ik werk hier nog niet zo lang en ik heb op een paar dagen na dat ik echt wel zeg, nu heb ik toch een keer een zware dag gehad, maar meestal valt dat voor mij persoonlijk valt dat mee. Heb je de dokter al gevraagd? Even later is er een probleem met een gedetineerde. Zo is er elke dag wel iets. De man eist voortdurend de aandacht van Ludo op. Wel, straks, als de dokter komt, zal de chef... Ja, vandaag komt de dokter weer. Wat is er gebeurd? Straks als de dokter komt... Die man heeft enkele dagen geleden is er ergens een schermutseling geweest tussen twee gedetineerden. En deze werd als aansprakelijke aangesteld en is voor zijn straf enkele dagen in afzondering gezeten. En nu is hij misnoegd omdat hij heeft blijkbaar ergens gehoord dat die andere niet gestraft is en hij wel. En daarom doet hij nu een beetje lastig. Nee. En Ludo, lukt het? Ja, een beetje op inpraten en dat komt wel... Is goed. En de keer dat een dokter er is, komen we niet al en dan kunt u uw probleem uitleggen met de dokter. Oké? Okay? Dag, Magdi. Zijn relatie is ten einde gelopen. Dat zijn allemaal frustraties die samenkomen en mensen ontploffen. Zitten hier binnen, kunnen niks doen. Maar ik kan me inbeelden dat er een aantal mensen in de gevangenis zitten die eigenlijk niet thuis horen. Die op een andere manier moeten geholpen worden. Maar dat is niet ons... Maar jullie moeten er wel mee omgaan. Ja, we moeten er wel mee omgaan, natuurlijk. Het zijn de lastigste gevallen waar je mee omgaat. Het zijn die mensen die, waar je het meest zorg voor te dragen hebt. Die anderen die zijn gaan werken of die slapen. Maar het zijn die mensen die psychische problemen hebben, waar wij ook het meeste werk mee hebben. De mensen denken dat onze job gewoon deurken open doen, deurken toe is. En dat alles is wat wij doen. Je bent hier wel zo wat van alles. Je bent dokter, je bent psycholoog, je bent... Moeder voor sommige, als je zo wat, een beetje een leeftijd hebt, zijn ze wat een moeder voor sommige gedetineerden, niet de jonge gasten naar je zitten. Er zijn ook discussies van, goed, moeten politieambtenaren, wanneer de cipiers aan het staken gaan, kunnen zij die taak overnemen? Je kunt daar de vraag bij stellen, ze zijn daar niet voor opgeleid, maar je kan het ook verder trekken. Ook penitentiaire beambten zijn niet altijd opgeleid voor... om te gaan met de problemen waar ze in de gevangenis mee geconfronteerd worden. Maar daar zitten veel mensen die daar niet voor thuis, die daar niet thuis horen. En waar ze eigenlijk niet voor geschoold zijn. Een van de redenen voor de stakingen van de voorbije week is de verouderde infrastructuur van de gevangenis. Onder meer daardoor konden in de zomer van 2006 in Dendermonde 28 gedetineerden makkelijk ontsnappen. Sindsdien is er aan de veiligheid gewerkt, maar het is nog lang niet zoals het moet. Kijk, dit zijn nou twee enigste oude deuren. Van vroeger. Dit is zoals het voor zo de ontsnapping? Zo was het vroeger, ja. Voor de ontsnapping. Voor de ontsnapping, een houten deur. Zit hier nog iemand in? Ja. Maar dat kan je toch, ja. Dit is echt wel oud, hè? Dat is oud, hè. Te oud, hè. Toch benadrukt ze hier dat veiligheid altijd op de eerste plaats komt. Elke dag worden er cellen uitgekampt. En de vondst van vandaag kan tellen. Dat is brood dat ze... kneden, zoals je ziet, dat wordt opgewarmd tussen de chauffage. Ze kneden dat. Dat wordt keihard en dat is een wapen. Dat is een wapen? Dat is in een plastic zak gedraaid. Als ze daarmee op uw ketel slaan, weet je direct. Ja. Keihard, hè? Keihard. Ochtendploeg! Het is 2:00. De ochtendshift is zonder grote problemen verlopen. Maar als er niet snel een oplossing komt voor het tekort aan cipiers, vreest ook Ludo dat ook hier het tij wel eens kan keren.
Je weet nooit wat er gebeurt. Ze kunnen een slecht humeur hebben, wij. En het is rap gebeurd, hè. Ludo. Bedankt, hè. Jongens. Salut. In Sint-Gilles zijn de cipiers intussen gestopt met staken, maar de vraag is natuurlijk voor hoe lang.